vandaag 4.320 dagen, ja, we hebben ze geteld, nadat ze uit het museum verdwenen, zijn ze weer thuis. Het moment dat we ze voor het eerst weer zagen, was gewoon ronduit emotioneel. Ik kan me nog herinneren, we hebben de collega's die destijds de roof hebben meegemaakt, hebben gevraagd om erbij te zijn op het moment dat die schilderijen het museum weer inkwamen. Ja, en je merkt wat het met ze doet. Er is ontzettend lang op gewacht, maar eindelijk, in oktober 2016, is het zover. Het Westfries Museum viert de terugkomst van 5 gestolen schilderijen. En de hele stad feest mee. Bijna 12 jaar na de grootste kunstroof in West-Friesland en na eindeloze omzwervingen zijn de kunstwerken terug op de plek waar ze thuis horen. Opeens verschijnen ze in april van dit jaar zomaar tijdens een persconferentie op de Oekraïnse televisie. 4 van de 19 gestolen schilderijen uit het West-Fries Museum. We zijn er altijd van uitgegaan en vandaar ook dat wij zeggen, dit is ons teken van hoop dat die lijsten ooit weer gevuld zullen zijn met de originele schilderijen. En in ieder geval, voor 4 van deze lijsten is dat nu het geval. Het wordt nog mooier als niet van later ook nog eens een 5e schilderij opduikt. Maar de 2 maanden die... Ja, het was zo spannend en het werd natuurlijk zo groot dat het gewoon de New York Times een paar keer heeft gehaald. CNN heeft het gehaald. Het Westfries Museum in Hoorn met die paar schilderijen. Maar het was zo'n schandaal en het werd ook steeds erger natuurlijk. Dus ja, uiteindelijk is het wereldnieuws geworden. En terecht, want ja, het geeft toch aan hoe je als kleine, niet machtige groepje, toch als je weet dat je gelijk hebt, toch doorgaat. En dan kun je eigenlijk alles bereiken. Dat hebben we wel gezien. Het Westfries Museum staat in 2005 op het punt haar 125-jarig bestaan te vieren. Maar aan de vooravond van de festiviteiten zet een groep inbrekers een kunstkraak die in West-Friesland zijn weerga niet kent. 24 schilderijen en een grote hoeveelheid zilverwerk worden 's nachts uit het museum gestolen. Rampzalig en een onherstelbaar verlies. De directie van het Westfries Museum in Hoorn is zeer ontdaan. Juist dit gedeelte van de collectie tilde de verzameling van dit museum op een hoger niveau, op een nationaal en op een enkel punt, op internationaal niveau. En dat is er nu uit. We hebben vanmorgen al gezegd, we zijn onze kinderen kwijt. Maar het is ook gewoon een open wond. Je moet je voorstellen, je bent als museum, is je voornaamste taak om dingen door te geven aan volgende generaties. En om ze relevant te houden. En als ze dan bij je gestolen worden, dan wordt dat waar je ervoor bent, wordt je ontnomen. De roof laat zich lezen als een spannend boek. De inbrekers weten wat ze doen. Tijdens een kamerconcert in het museum plakken zij alle bewegingssensoren af en een van hen laat zich 's avonds insluiten. Hij kan in alle rust de schilderijen en heel veel zilverwerk verzamelen. Je hebt hem nog niet gezien, hè? Nee. In deze staat. Jeetje. Tjonge, jonge. Ja. Knap stuk werk. Ja, dank je. Dat vind ik met enige bescheidenheid ook wel, ja. Ik had er op een gegeven moment een hard hoofd in. Ja? Ja. Dat je hem niet meer vlak zou krijgen? Hij was knoerd hard. Ik had die achterkant, dat steundoek erachter vandaan gehaald. En de achterkant van dit doek is ook besmeerd. De 5 schilderijen die terug zijn, worden gerestaureerd door Ronald de Jager. Aan hem de taak om de zwaar beschadigde werken in oude luister te herstellen. Dat schilderij ligt op zo'n rol in een oud vies beddensprei. En wij op onze knieën gaan dat uitrollen. Ja, en dan merk je dat het heel emotioneel is. Ja, dan komt zo'n vochtgeur eraf ook. En ja, dat was best wel emotioneel, ja. En dan ook ja, de staat waarin die is. En dan probeer ik daar doorheen te kijken, hè, zoals een makelaar dat een huis zo mooi doet.
Het gaat gelijk werken in mijn bovenkamer, hoe ga ik dat, zou ik dat aanpakken en allemaal dat soort dingen. Dus ik zei gelijk tegen Ad, nou het ziet er verschrikkelijk uit, maar het komt goed. Ja. Dus dan leg je gelijk de lat neer. Ja, maar dat was meteen ook wel een enorme geruststelling. De schilderijen en het zilverwerk zijn jarenlang spoorloos. Niemand heeft ook maar enig idee waar ze zouden kunnen zijn. De politie houdt op met zoeken en de werken lijken reddeloos verloren. Maar het museum geeft niet op. Directeur Ad Geerlink is vastbesloten om de schilderijen die het hart van zijn collectie vormden, terug te krijgen. Maar dat gevoel van onrechtvaardigheid, van blijf met je tengels van onze spullen af. Nou, dat, er zit ook een stukje kwaadheid zit erbij. Een stukje gevoel van onrecht. Hè, van, dit is geen handelswaar. Dit is gewoon cultureel erfgoed. En dat is van iedereen en daar blijf je gewoon met je vingers vanaf. In de speurtocht naar de verdwenen kunstschat schakelt het museum kunstdetective Arthur Brandt in. Hij komt de schilderijen op het spoor in de Oekraïne. Een rechtse militie blijkt ze in handen te hebben. Nou, dan ben ik daarheen gegaan en dan kom je tegenover zo'n lege hoofdman te zitten. De man om wie het ging en zijn tolk. Ja, en die zitten daar en die denken dan dat die werken 50 miljoen euro waard zijn. Ik weet dat ze in goede staat 1,5 miljoen waard zijn. Zij hadden een totaal verkeerd beeld van de waarde van deze schilderijen. Zij dachten gewoon, oké, Hollandse meesters. Nou, dat vertaal je dan meteen naar Rembrandt en Vermeer. Maar zij gingen dus uit van 50 miljoen euro. Nou, 10% beloning. Dus die hadden 5 miljoen euro in hun hoofd. En ik denk, oh mijn god, ik moet straks naar de Oekraïne tegen de jongens gaan zeggen, die 5 miljoen kun je vergeten, er is 50.000 euro. Nou, je weet hoe dat gaat bij dit soort figuren. Die hebben met 10, 20 man die 5 miljoen al 100 keer verdeeld. Matresses, whatever. Dus ja, dan zit je daar en dan heb je het over 50.000 euro die ze met z'n 20 kunnen gaan verdelen. Nou ja, dan zie je hun gezicht in één keer veranderen. Uiteindelijk kom je er dus achter via ons speurwerk dat er dus de geheime diensten bij betrokken is geweest. Hoge politici, politieagenten, rechercheurs. Ja, en dat was behoorlijk. Ik kan me nog herinneren dat ik bij Ad kwam, Ad Geerlink, de museumdirecteur. Ik zei, nou, wat we hebben uitgevonden, dat is niet best. Brandt laat geen middel ongemoeid om de kunstwerken vanuit de Oekraïne terug naar huis te krijgen. Zo verschijnt hij zelfs op de Oekraïnse tv om druk uit te oefenen op de rebellenleider. Hi Boris, my question is, can you tell us who sent you? Ik heb hem gewoon recht in zijn gezicht gezegd, en dat ging dan via die tolk, dat hij hier niet meer weg zou komen. Dat ik hem op de Interpol-lijst zou krijgen, dat hij nooit meer uit het land kon. En toen lachte die zo van, bekijk het. Maar ja, een paar maanden later stond zijn kop wel groot in de New York Times. Als de grote crimineel. Dus daar is hij behoorlijk van geschrokken. En wat hij nooit heeft geweten is, maar we hebben een hele mooie Oekraïense vrouw. Hebben we in zijn omgeving laten rondlopen. En die heeft ook nog behoorlijk wat informatie losgeweekt uit deze man. Eigenlijk ook heel plat. Maar ja, doel heiligt de middelen. En het heeft zijn vruchten afgeworpen. En dan, in het voorjaar van 2015, gebeurt er iets wat bijna niemand meer had verwacht. Een deel van de buit wordt teruggevonden. En het zijn ook nog eens de pronkstukken van de geroofde schat. Ik werd gebeld door Arthur Brandt. Je moet nu op internet naar die en die site kijken, want er is nu een persconferentie aan de gang. En op die persconferentie wordt iets bekendgemaakt over de schilderijen. We побачите саме зараз. En in één keer werden daar 4 schilderijen binnengedragen. En 2 waren ingelijst. En dat waren 2 schilderijen van Jacob Wabe. Waaronder Vrouw Wereld. En dat is wel het meest spectaculaire schilderij eigenlijk wat toen geroofd is. Nou, we waren zo blij dat we eindelijk die schilderijen weer zagen. Maar ja, toen moesten we ze nog terug zien te krijgen.
Museumdirecteur Geerdink vertrekt samen met restaurateur Ronald de Jager naar de Oekraïne om de schilderijen op te halen en de schade op te nemen. Daar worden ze ontvangen door de veiligheidsdienst. We hebben hem samen in het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst hebben we hem uitgerold om te kijken wat de staat was. Nou ja, toen schrokken we allebei en toen waren we meer bezig met de scheuren en de beschadiging dan met de afbeelding. Maar nu zie je wat een rijk schilderij dit is. Wat een pracht van een schilderij dit is. Ja, deze viel er met uitrollen al uit in Kiev. Dus die heb ik meegenomen. Dit stuk zat zo goed als los. Dit zijn oude inzetstukken. Die zaten ook al los, dus die zijn er gewoon uitgehaald. Die heb ik allemaal nog. Dat heb je allemaal nog, ja. Dus dat is een kwestie van terug. En dit is een lappendeken van scheurtjes, je ziet het wel. En die zaten eigenlijk ook gewoon los. Die hebben we nog. Het grote moment is daar. We verwelkomen de schilderijen terug in het museum. Een spannend jongensboek met een verhaal dat zich uitstrekt van Horen tot aan de Oekraïne. En met rollen voor de Oekraïnse Veiligheidsdienst, extreemrechtse rebellenleiders en een heuse kunstdetective. En uiteindelijk komt alles goed. Lijkt het, maar schijn bedriegt. Want nog steeds is het overgrote deel van de kunstschat spoorloos. 19 schilderijen zwerven nog ergens rond en de kans dat die terugkomen lijkt met de dag kleiner. We houden gewoon alles in de Oekraïne heel goed in de gaten. En op het moment dat iemand of een partij weer gaat bewegen, dan hopen we weer de vinger erachter te krijgen. En dat kan dus nog wel eens heel lang duren. Het kan heel lang duren. Je vijand van vandaag kan je vriend van morgen zijn. Ja, en het is gewoon een groot schaakwedstrijd is het eigenlijk. Hoe lang is jouw adem? Heel lang. Veel langer dan hun adem.